Hey, even over dat voetbalfeestje van vanavond, hè? Ja, is goed. Hoe is het mee? Nou, ja, je weet dat er altijd flink gedronken wordt, hè? Ja. Houd je ons eigenlijk toch wel aan? Hè? Daar houd je ons zich toch wel aan? Aan het flink drinken? Nou, het is niet te hopen. Nee, je Johan drinkt juist niet. Nee. Niet veel. Maar ja, je weet ook wel, hè, dat bij dat voetbalfeest, bij de clubhuis, daar wordt flink gezopen. En ja, niemand houdt er echt een beetje rekening mee dat het nog echt kleine blaren zijn. Nee, maar goed, dat kun je toch niet tegenhouden. Kijk, die begeleiders drinken een biertje en die jongens hebben de hele dag gesport, gevoetbald. En dan begrijp ik wel dat ze s'avonds een biertje pakken, toch? Dat kun je toch niet tegenhouden. Ja, maar je weet welke begeleiders erbij zitten, hè? Dat zijn nou echt de echte zuiplappen, die geven het lekkere voorbeeld. Dus ja, die hebben geen grens, hoor. Maar die jongen zal zich eigenlijk niet helemaal naar de knoppen drinken, dus die zal het wel binnen de perken houden. Nou, eigenlijk vind ik dat we best wel daarheen kunnen bellen en zeggen dat de bedoeling is dat Johan niet drinkt. Je bezorgdheid, Marie, begrijp ik helemaal, maar ik denk als je gaat bellen en dan te vragen dat er rekening gehouden wordt met alcohol, ik denk dat het niet goed aan doet. Er wordt over gesproken en dan wordt straks in het dorp over gesproken en dat is voor Johan ook niet leuk. Ik vind dat die begeleiding heel duidelijk mag weten dat wij het er niet mee eens zijn dat er te veel gedronken wordt. En dat heel duidelijk dat er over nagedacht moet worden en dat het goede voor je mag toch een beetje vertrouwen in de begeleiding en in je eigen zoon hebben? Ik wil het rustig doen, hoor. Mij maakt het niet uit. Ik ga gewoon rustig even zeggen dat ik het gewoon vind dat ze goed na moeten denken over het alcoholgebruik van de jongeren.